Hi, leuk dat je kijkt naar de allereerste Juicy Q&A. Dit is er eentje die gewoon echt veel aan werd gevraagd, waarvan ik dacht, echt, wat voor juicy details willen jullie dan van mij? Daar ben ik ondertussen achter. Ik kwam echt veel vragen binnen via Instagram. Ik ga proberen zoveel mogelijk te behandelen. Het waren ook best wel veel hetzelfde. Ik kan je vast verklappen, er gaat heel veel over Jarno en over de break-up. Blijkbaar is daar toch nog wel heel veel onduidelijk en hebben jullie toch meer verklaring nodig. Nou denk ik, er kwamen zoveel vragen over dat het verstandig is om daar ooit nog eens echt een aparte video van te maken. Waarin ik echt gewoon kan uitleggen op een goede manier, weet je wel. Want een relatie heeft twee kanten en ik kan wel een simpele vraag beantwoorden als hoe kwam je erachter dat hij is vreemd gegaan. Maar ik denk dat er ook heel belangrijk is wat er aan vooraf is gegaan en om dat uit te leggen. Maar laten we eerst gewoon eens bij het begin beginnen en de vragen gaan beantwoorden. Als je me naar beneden ziet kijken, ik kijk dus op mijn telefoon om de vragen te bekijken. Het is echt, het is gewoon seks, 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 seks. Dat is wat jullie willen horen. De eerste is hoeveel bedpartners heb je gehad? Nou, ik ben een chick die eigenlijk altijd relaties heeft gehad. Ik hopte van relatie naar relatie, dat dan weer wel. Maar mijn eerste vriend ben ik 3 jaar samen mee geweest, mijn tweede 4 jaar en Jarno dan 1,5 jaar. Dus dat zijn ook mijn bedpartners. Er is er eentje. Sorry, padmam, als je kijkt. En ik ga het vertellen omdat ik juist wil bevestigen hoe weinig je eraan hebt. Ik heb een avond tussen Nick en Jarno heel veel gedronken. En er was een jongen waar ik al een tijdje mee aan het appen was. En ik vond hem echt ook wel leuk. En met heel veel alcohol ben ik met hem naar bed gegaan. Die dag daarna heeft hij me redelijk tot behoorlijk laten vallen. Hij was zeg maar echt gewoon daarop uit. En niet alleen vond ik de seks niet geweldig, omdat er dus geen liefde bij kwam kijken. Er kwam totaal geen passie bij kijken. Het was echt puur en alleen lust en zijn behoeftes. Maar ja, het betekende ook niks. En ik heb daar zoveel spijt van gehad. Alle haren op mijn hoofd hebben die avond of eigenlijk die dag daarna, eigenlijk al 1 seconde daarna besloten dat ik dat niet meer wilde. Dit was niet hoe ik seks wilde beleven en hoe ik het wilde doen. Voor mij hoort seks thuis in een relatie en ik wil het daar ook houden. Dus 4. Ja. En ik ben 26, dus dat is denk ik, valt best wel mee. Maar ja, dat dus. Wat is je slechtste dateervaring en waarom? Van Sophie van Dijk, mijn naamgenootje. Ik heb niet zoveel dateervaring. Juist omdat ik altijd relaties heb gehad. De allereerste date met Nick, mijn tweede vriendje, was echt perfect. Hij had een hamburger voor me gehaald, omdat hij wist dat ik zo gek was op McDonald's. En daarna zijn we een ijsje gaan eten. Zijn we lekker in de kroeg gaan zitten. Wat gedronken. Ik heb zo weinig dates gehad. Ik heb ook gewoon nog geen slechte date gehad. Omdat al mijn, zeg maar, dates met jongens waren die ik eigenlijk al ontmoet had. En die werden ook mijn vriendje. Dus, maar als er een slechte Tinder date is, dan vertel ik jullie alles van voor tot achter. Hoe oud was je toen je voor het eerst seks had? Ik was 17 met mijn allereerste vriendje Maurits. En wij hadden al 1,5 jaar relatie voordat we die stap zetten. En daar ben ik achteraf ook altijd heel dankbaar voor geweest. Ik voelde me, ja, ik heb er ooit eens een video over gemaakt. Mijn allereerste keer. Die kun je dan het best kijken. Want ik denk dat je daar ook heel veel uit kan halen. Maar ik voelde me nog best wel opgejaagd. Ondanks dat we al 1,5 jaar samen waren. Maar ik was gewoon heel bang dat hij weg zou gaan als ik het niet zou doen. En dat is nooit een goede reden om met iemand naar bed te gaan. Luanne vraagt ook, vind je seks belangrijk in de relatie? Zeker. Zeker weten. Ik denk niet dat het bovenaan moet staan. Ik denk dat communicatie altijd het meest belangrijk is. En elkaar altijd weer vinden. En ik merk ook aan mezelf dat als communicatie niet goed gaat, je vindt elkaar niet meer. En er staat iets tussen jullie in, dan is het eerste wat je inlevert er seks. Want dan is er dus geen passie, dan is er dus geen begrip. En dan voel ik me ook niet geliefd. Waardoor ik daardoor ook geen behoefte heb aan seks. Dus het is voor mij is seks wel echt het, ja, de spiegel van hoe ik me voel binnen een relatie. Dus zeker belangrijk. Zou je op vrouwen kunnen vallen of is het alleen mannen voor jou? Van Wilma Bauma.
Ik zou niet op vrouwen kunnen vallen. Ik heb denk ik zo'n 3 vrouwen gekust. Dat zeker niet onprettig was. Wat ook heel fijn was. Een hele andere manier van kussen dan mannen. Zeker weten. Maar ik heb nog nooit bij een vrouw gehad dat ik dacht, nou, ik heb echt zin om de kleren van je lijf af te scheuren. En dat is toch wel een essentieel punt, denk ik. Dat heb je wel echt nodig. Ja, nee, ik denk niet dat het er bij mij is. Als ik gewoon echt een mooie vent zie, dan denk ik zo. Nou, daar zou ik wel een kunstje op kunnen. Maar bij een vrouw heb ik dat nooit gehad. Dus ik denk dat het er niet in zit. Nu je vrijgezel bent, doe je aan FWB. Annette Nijhuis. FWB? Wat is dat? Blijkbaar ben ik nog niet lang genoeg vrijgezel om te weten wat dit betekent. En dat gaan we even googlen, jongens. Friends with benefits. Oeh, Annette. Ja, ik denk dat als je naar mijn allereerste antwoord terugkijkt, dat je het wel een beetje het antwoord weet. Nee. Ik denk ook niet dat het werkt. Een van de twee wordt toch altijd verliefd. En dat hoort toch ook. Je hoort toch ook lekker verliefd te zijn. En dan gewoon de dakpannen van het huis af te vrijen, zou mijn oma zeggen. Dat is voor mij waar het hoort. Binnen een relatie of een opbloeiende relatie waar de toekomst in zit. En niet gewoon met een vriend alleen maar omdat je behoeftes hebt. Maar ja, weet je. Als dit wel voor je werkt, hè, dan ben ik ook niet iemand die je gaat judgen. Maar dit is gewoon zeg maar wat voor mij niet werkt. Ik denk ook dat ik automatisch verliefd op iemand zou worden als ik dat zou doen. En het is niet zo handig als hij dat niet op jou wordt en hij wil alleen maar seks. Maar ik vind mezelf daar ook gewoon een beetje te bijzonder voor. Ik ben niet alleen maar om eventjes af en toe bovenop te duiken en daarna weer te vertrekken. Ik kan veel meer leuke dingen dan alleen dat. Ben je alweer aan het daten of heb je al mensen leren kennen via apps zoals Tinder? Ik ben nog niet aan het daten. Ik heb wel al een beetje getinderd. Ik heb ook zowaar een jongen wel ontmoet in real life tijdens het stappen. Waar ik ook echt geïnteresseerd in was. Ik heb 2 jongens via Tinder een tijdje, eigenlijk nog niet eens 3 dagen, maar een dag of 2, 3 geappt. En mijn vertrouwen in man is weer compleet naar de kloten, want alle 3 bleken een vriendin te hebben. Ik zweer je, die jongen tijdens het uitgaan, super gezellig. Hij was geïnteresseerd en het was leuk en gezellig. Nummers uitgewisseld. De volgende dag gooit hij even tussen neus en lippen door. Ja, ik heb wel een vriendin, maar het maakt mij niet uit. Dus ja, als het jou ook niet uitmaakt. En ik dacht, ho even. Hoe dan? Ja, en uiteindelijk hebben we daar ook wel echt serieuze gesprekken over gehad. Dat ik zei van, maar waar gaat het mis dan? En waarom wil je dit? Waarom wil je mij als je gewoon een vriendin hebt? En als je ook nog eens zegt dat zij de liefde van je leven is. En zijn conclusie was zeg maar van, juist omdat ik voor haar wil gaan en voor altijd bij haar wil blijven, moet ik dit wel doen. Want zij alleen is niet genoeg voor mij. En dan raak ik gefrustreerd, dan raak ik gewoon een beetje depri en dan ga ik haar wegduwen. Terwijl als ik eens in de zoveel tijd een ander heb voor de spanning, en dat doe ik echt niet iedere maand, zei hij nog, dan komt het wel goed. Nou ja, ik zei, heb je er wel eens over nagedacht hoe zij zich zou voelen? Ik zeg, ik ben namelijk bedrogen, ik weet hoe dit voelt. En als je haar zou vragen wat zij zou willen, zou ze zeggen, donder alsjeblieft maar op. Dus daarmee was dat gesprek ook beëindigd. Ik heb zijn vriendin niet op de hoogte gebracht. Dat leek me niet echt op zijn plaats. Er was namelijk ook eigenlijk nog niks gebeurd. Al was de intentie er wel, maar... Waarom? Ik trek blijkbaar mannen aan met een vriendin. Ik weet het ook niet. Wie is je girl crush? Vraagt Madieke. Madieke, absoluut jij. Nummer 1. Heb je wel eens tijdens je relatie geflirt met een andere jongen? Zeker. Ik ben een absolute flirt. Ik denk dat al mijn vriendjes dat ook wel van me wisten. Maar heel erg binnen de grenzen. Ik zou nooit zomaar aan een andere jongen zitten of te dicht tegen hem dansen. Het is gewoon puur een opmerking. En een beetje van, jij durft. Weet je wel, zoiets. Om meer een beetje uitdagen. Maar dat is ook wel wat in me zit. Maar ik zou niet een andere jongen tegenaan gaan dansen of kussen of... En al helemaal niet nadat ik zelf bedrogen ben, omdat ik weet hoeveel pijn dat doet. No. Brutale vraag. Niet echt juicy, maar misschien ook weer wel. Kun jij al bijna leven van je YouTube-inkomsten en zou je dat graag willen? Ik zou het heel graag willen. Ik zou heel graag meer tijd in YouTube willen steken en meer professionaliseren. En niet altijd maar denken van, ik heb al 10 uur gewerkt, maar ik moet nog een video maken. Maar in plaats daarvan, ik heb 10 uur om een video te maken. Dat zou ik zo graag willen.
Maar nee, ik kan momenteel van mijn YouTube-inkomsten nog niet eens mijn huur betalen. Dus we zitten nog niet dicht bij dat punt. Desondanks doe ik het niet daarvoor. Want dan was ik al lang gekapt, denk ik, na 3 jaar. 3,5 ondertussen. Ik vind het gewoon heel leuk. Alleen, het zou me meer voldoening geven als ik het precies kon doen zoals ik zou willen. En daar heb ik meer tijd voor nodig. Die heb ik momenteel niet. Ook Draakje vraagt naar mijn Tinder-avonturen. Nou, ik zit op Tinder, maar ja, twee mannen met een vriendin die aandacht zoeken, ben ik wel weer een beetje klaar. En VSN.t vraagt, was Nick je eerste echte liefde? Nick hebben jullie nog gezien in de vlogs. Toen ik begon met vloggen was ik nog bij hem. Nee. Maurits was mijn eerste liefde. En hij kwam uit Loonbroek, een echte boer van de boerderij. Ik was 16 en hij was 20. Dus dat was een aardig leeftijdsverschil. En ik was zo verliefd. Eerlijk, ik was geobsedeerd door hem. En dat is ook waarom ik weet dat het nooit goed had kunnen komen. Mijn hele leven draaide om hem. Ik zette al mijn vrienden opzij. Niks deed er meer toe. Ik deed ook echt gewoon lullig tegen mijn ouders. Ging hen op afstand zetten. Omdat ik zo graag bij hem wilde zijn. En zij zagen dat. En wilden mij afremmen. Maar ja, hoe meer zij mij wilden afremmen, hoe harder ik naar hen toe trok. 3 jaar samen geweest. Echt een hele toffe, fantastische tijd gehad. En heel veel geleerd. Uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter wie ik was en wat ik wilde. En dat bleek echt niet meer bij elkaar te passen. Maar ik was jong en ja, verliefd. Heel erg verliefd. Dus ja, Maurits was mijn eerste liefde. Heb je na de breuk met je ex nog contact met hem gehad? Nee. Hij is, volgens mij heb ik hem op een dinsdagnacht eruit geschopt. En is hij op donderdag zijn laatste spullen komen halen. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik niet thuis zou zijn en dat mijn vader hem de spullen zou overhandigen. Hij kwam alleen te vroeg en toen was ik er nog wel. Bammer. Uiteindelijk supergoed, want ik heb alles wat ik dacht en wat ik vond heel duidelijk en beheerst tegen hem kunnen zeggen. En ik heb ook kunnen zien hoe weinig het hem deed. En ik denk dat dat voor mij heel veel verschil heeft gemaakt. Dus ik heb hem toen nog 1 keer gesproken, daarna nooit meer. Ook nooit meer iets gehoord. Dus nee, volgens mij weet hij niet meer dat ik nog besta. Hoe vergaat je het vrijgezellenleven van Amber Rosenberg? Burkberg. Iets in die richting, sorry Amber. Goed, ik word steeds gelukkiger. Ik mis heel erg iemand om me heen. Probeer mezelf heel vaak te vertellen dat dat niet Jarno is, maar gewoon iemand. Maar ik ben ook wel echt aan het genieten gewoon van de aandacht die ik krijg. Want ik mag niet klagen. Als ik ga stappen krijg ik echt wel genoeg aandacht. Ik val wel in de smaak bij mannen met een vriendin. Maar als we dat even wegdenken. Blijkbaar ben ik echt, word ik gezien als een soort van pitspoes of zo. Want dat is wel echt wat ik aantrek. Maar ik heb wel het idee dat er op een dag ook wel weer iemand langskomt die wel blijft hangen. En voorlopig is het even goed zo. Ik denk vooral aan mezelf. Doe wat ik zelf wil. En hoef me niet te verantwoorden. En dat bevalt me eigenlijk echt heel goed. Als laatste vraag. Waarom niet? Zullen we er nog even seksvraag ingooien? Jamila Verhul. Die vraagt. Favo Sticks seksstandje. Doggy. Heel erg van doggy. Absoluut. Ja, vind ik echt heel fijn. Dus ik moet zeggen. Ik ben over het algemeen echt van de afwisseling. Ik hou er niet van om maar 1 standje 5 minuten vol te houden. Nee, ik wil wel gewoon een beetje actie in de tent. En een beetje draaien, rollenbollen, gek doen. Maar doggy is een absolute favoriet. Dus mochten jullie nog meer juicy vragen hebben. Of nou ja, laat even weten. Wil je graag een break-up video, noem ik het maar even, met Jarno zien. Willen jullie daar meer informatie over? Ik zal het netjes houden omdat het ook over zijn leven gaat. Maar ik denk wel dat het ook een situatie is die ik meer kan uitleggen op een manier waar jullie er dan ook een soort van kunnen leren of het kunnen gaan begrijpen. Dus als daar behoefte aan is, laat het even weten. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.